10 jaar geleden staken 6 Zutphense vogelliefhebbers de koppen bij elkaar. Ze wilden vogelkennis verzamelen en overdragen en vogels beschermen. Maar vooral ook samen genieten van vogels. Daarom richtten ze een werkgroep op, de Vogelwerkgroep Zutphen en Omgeving. De film, die dit najaar te zien is, laat zien hoe mooi de natuur is in en om Zutphen. Gewoon om de hoek. Je hoeft maar een pindakaaspot op te hangen en het raam uit te kijken. Hé, laat mij ook eens! De film laat zien wat de werkgroep doet. Welke mail? Vogelonderzoek. Weidevogelbescherming. Aan deze kant en één aan die kant. Dan weet de boer dus dat hier een nestje tussen ligt. Vogels tellen. Maar de buizerd kwam van dit gebied en die vloog daarheen. Maar dan weet ik niet of je hem mee moet tellen. Houtduif 2 keer. Uilenkasten plaatsen. Ja, dit is direct een kouwe, hè? Maar dan kan ik hem daar nog één. Hier. Oh, god. Nou, hij moet nog in de boom zitten. Hij vliegt weer weg. Dat is leuk, gezellig. Maar... Vogelkennis verbreiden. De vrouwtje zwartkop en de mannetje zwartkop. Zo was kleine karikiet en bosrietzanger, die haal je op het geluid zo makkelijk uit elkaar. En ook de oeverzwaluwand moet worden onderhouden. De film wil ook laten zien hoe bijzonder de natuur is in en om Zutphen. Voordat er dijken waren langs de IJssel en Berkel was een moeras. Daarin leefden vele soorten watervogels. Ondanks de dijken is er nog veel water in de stad. Behalve de IJssel en de Berkel zijn er de Laken, Geulen en Plassen. Komen deze ganzen heel huids de Haarenbergweg over? U ziet het dit najaar. Bepalend is het stroomdal van de IJssel met zijn uiterwaarden vol watervogels die er langs trekken, van noord naar zuid en omgekeerd. Ze nestelen en broeden hier. En komen hier straks jongen? Of worden ze weer de prooi van de kat, zoals vorig jaar? De vogels in de stad zijn heel tam. Deze broedende zwaan zou ik toch maar niet aaien. Krijgt hij jongen? U ziet het dit najaar. De meerkoet is een macho, voor niemand bang. Hij verstopt zich ook niet om te broeden. Het achterliggende boerenland biedt weer zo zijn eigen mogelijkheden voor vogels. Er zijn hier steeds meer grote zilverreigers. Hier in Kortenoever zoeken ze graag de rust. Deze grauwe ganzen en brandganzen kunnen nog net wat gras vinden. Sinds het ooievaarsstation in Gossel wemelt het van de ooievaars. Ze nestelen in de bomen bij Bronsbergen en bij kasteel Nijenbeek. Achter de eg zijn altijd wel wormen te vinden. De supersnelle slechtvalk komt af op al die vogels bij de rivier. Het is een pure vogeljager. Dit jaar voor het eerst broeden ze in de slechtvallenkast op de toren van de Walburgkerk. En dat ene jong ziet u in het najaar. Zutphen heeft ook veel bos in de omgeving, waaronder de landgoederen met belangrijke soorten bosvogels. Zoals bijvoorbeeld het vrouwtje wespendief dat op het Walium broedt en fourageert bij de IJssel. Hier eet ze van een nest gewone wespen. Ze overwintert in Centraal Sierra Leone. Stef van Rijn volgt haar dagelijks met een GPS-GSM-zender. Kwam ze heel huids terug, half april? De spechten horen vanouds ook thuis in het bos, maar ze komen nu ook naar de oudere bomen langs de Berkel. Straks is het mooi als je twee of als die... Kijk, naar buiten, ja, nou zit hier wel even heel mooi. Geweldig. Pauzeert even. Dit najaar ziet u hoe het verder ging met ons spechteel. Je neemt die poep mee, zag je dat? Het vogelleven is zwaar. De winter zorgt voor ontbering. De soortgenoten zitten hier dwars. Je wordt in het verkeer doodgereden. Je huis stort naar beneden na een storm. Toch spreekt weinig zo tot de verbeelding als vliegen. Gewoon voor de lol. Het meteen kunnen wegvliegen. Zonder tickets te boeken. De ultieme vrijheid. Ziet u in de 3 kwartier durende film Vogels van Zutphen. Dit najaar. To a place without fear.